6 eigenaar erbij. Ik rij alleen maar met zo'n ding. Hij was eerst aan het rev en toen vroeg hij hoe hij kon zien hoe warm de olie was. Dus John zegt, moet je voortaan andersom doen. Binnen in het paleis. Hij ruikt ook lekker, hij ruikt nog nieuw. Softclose. De mensen die weten wat softclose is, kijk, tik hem aan en trek ze zelf vast. Leuk met de storm gisteren. Als je zulke deuren hebt, krijg je hem denk ik niet meer naar beneden. Je blijft poetsen, hè? Ja. Dat is wel eer van je werk altijd. De laatste tijd krijgen we wel steeds meer snoepjes en zo. Ja. Echt auto's die worden. Nee, dat zo weinig geleden hebben. Ja. Ik heb het ook maar, ja. Ja. Nou, ik wil deze graag inruilen voor die RS5 die ik heb. Dat is een handbakje. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Maar dit model vind ik toch wel een van de mooiste van de R8-serie. Dat zullen veel mensen zeggen, nee, die nieuwe is beter, maar... Het is toch wel een icoon, 10 cilinder. Bokstraf. En ben je blij? Ik ben onwijs blij. Top, dat is een gelukkig man vandaag. Staat te bonken. Leuker als je trouwen rijdt, joh. Jazeker. Minder spannend. Ja, hij is wel netjes. Weer een nardo op de weg. Nou, hoeveel zijn er in Nederland? Ik denk dat we in de groep nu een stuk of 20 hebben. Lekker kleurtje ook. Dus het facelift model. Kun je zien aan de scherpere neus. Ja, klopt ja. Helemaal uit België. Oh, heb ik ook wel een laptopje mee. Lekker mee eten. Prima joh. Een beetje kijken. Ja, heen en weer ja. Oh ja, bedje inzetten. Lekker slapen. Oh, die Porsche hier deze. Ja. Ah, dat is mooi. Ja. Ik ben altijd wel jaloers op jullie, want jullie hebben jullie eigen kentekenplaten. Dat gaat bij ons nooit gebeuren, maar ja, dat heb je die 1000 euro tegenwoordig, of 2000 euro. Ja, het is lang 2000 geweest, maar toen werd het duur. 1000 euro, ja. Nou, voor de mensen die het weten, in België kan je dus een individuele plaat krijgen, omdat wij nemen, als je auto verkoopt, die plaat wordt bij de auto, maar in België hoort de plaat bij de persoon. Dus je kan je ook je eigen plaat maken. En waarom S78? Oh zo, ja, nee, dat is duidelijk. Nou, we hebben hem een keer naast deze gehad. De tint is bijna hetzelfde, hij is net een tikje donkerder. Of die van mij is verkleurd, zou natuurlijk ook kunnen. Ja, die. Gouden BMW. En alles glimt hier ook, dat is ook het mooie. Ja, dat ook hè. Wat een lak hè, fantastisch.
had me toen nog bijna laten verleiden om zoiets te kopen. Maar het was toch een RS5 geworden. Toch een Audi fan, hè? Ja, zeker. En het stalen dak is ook wel... Ja, ja zeker. Ja. Hier Zwaailand thuis. Ja, mooie kleur ook. Paars gloed zit erin. Van wielenhout. Neil John's een youngtimer collectie en een waterscooter. Ook leuk. Ja, dus, dit soort dingen maken ze allemaal niet meer. Helaas, helaas. Ja, vind ik een mooi modelletje ook zo. Als je nu nog een gave kan vinden, dan gelijk kopen. Ooit nog eens gehad. Clio Williams, gouden wielen. Levensgevaarlijk snel die dingen. Ja, wintersetje. Rally, Striktor. VR6 denk ik. Ja. Ja. Nou zijn alles aan dichromen en alles. Dit was altijd chroom zo. Zat op de deurgreep ook chroom of niet? Nee, oh, die waren zo. Ja. Oh, ja, achter hier dit stripje denk ik. Ja. Of klep waarschijnlijk zou ik iets van chroom hebben gezeten daar zo. Ah ja, ja. En die uitlaat gebeuren, laat hij die zo? Ja. Ja, dan zie je tenminste nog dat er iets van de uitlaat in zit. Ja, is wel dik natuurlijk, alles zwart, ja. Zo'n ding. Hier is hij weer. Deze heeft een Maxon pakketje eromheen. Kun je hier zien. Het is druk met John. C8. Ja, hij wordt wel steeds mooier. Urban. Ik vind dat wel mooi. Ja. Nou, we hebben weer een Nardo Rijker op de weg. Met een acrootje onder of zo. Beleef een auto maar zo mooi, hè? Zit hier. Blauw stiksel. Je woont wel in de Bijbelbelt. Ik rij alleen maar met zo'n... Hij was eerst aan het reffen en toen vroeg hij hoe hij kon zien hoe warm de olie was. John zegt, moet je voortaan andersom doen. Nou, hier zit een blij man. Mooie auto. RS6-eigenaar erbij. Dat is leuk, want onze groep van RS6-owners zitten bijna 100 leden in. We gaan dit jaar weer een mooie RS6-owner-drive doen. We hebben wat gesprekken met wat RS-dealers in Nederland, dus het gaat goed komen. En, je zult deze RS6 nog vaker terugzien bij CC-rallies. Ja, hij is helemaal fan. Fan van de auto, fan van lekker rijden. Dat is superleuk.